En dat is klaar in 1 minuut, hè. Dus dat is de perfecte oplossing. Studeer met wat Aiki en zorg voor uw betere toekomst. Oh, ik zie ze. Daar in dat hooibergje doe, strograsachtig iets. Ik zie ene staan, ik ga ene schieten en ene is dood. Zou je liever kakken via je mond of kijken via uw gat? Iron. Jezus, man. Jullie kunnen echt geen fatsoenlijke vragen stellen, hè. Deed het pijn toen je uit de... Godver! Eet een appel met Nutella op. For fuck's sake. Ah, godverdomme, ik ben die appel vergeten te wassen. Je bent echt slecht, ik ben veel beter en ik ben 9. Oh my god! Ik heb mijn bed kapot gemaakt. Fuck. Hoe de fuck kan ik zo'n mogol zijn? It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Is dat wat je wilt? Ik heb een goed plan. Ik ga eens mijn benen herwaksen. Ik weet niet of dat goed gaat gaan. Oh my god, ik heb pijn, denk ik. Je driet uit. Oh! Dude, kijk deze shit. What the fuck? 6, je bent een dikke... caps lock, sorry. Je bent een dikke mongool, get a life, laat die mensen effectief werken, gerust. Je bent niet grappig, hang jezelf op of zo. Heb je nog iets nuttigs gedaan met je leven, what the fuck, je bent achterlijk. XD. Ik vind het helemaal mooi. Ik heb taekwondo gedaan, maar nu doe ik dat niet meer. PS, ik vecht niet met minderjarigen. Hoe oud ben je zelfs? Ik ben 14. Mijn naam is Kastiop en welkom terug bij een nieuwe commentary op Call of Duty World War 2. Vandaag ga ik jullie een V2 Rocket laten zien. Snap je, dat was een funny joke dat ik nadeed hoe ik mijn video's vroeger maakte, omdat ik er nu ook terug 12 jaar uitzie met mijn kapsel. Je mocht best wel lachen hoor. Dus boys and girls, als je de laatste video's niet hebt gezien, dan weet je niet wat er is gebeurd. Ja, ik weet ook niet wat er is gebeurd, niet denken dat ik om dit heb gevraagd. Ik zie er dus terug 12 uit, dat weet ik. Ik ben 19 voor mensen die het niet zouden weten. Wat raar, je kop is raar, je BLO, ja. Opa! Opa! Waar is godverdomme mijn kerstcadeau? Waar is godverdomme mijn kerstcadeau? Kleinzoos, ja nee. Hier, ja. Het is hier te doen, hè, dat dikzak. Oei, joh, flip. Hé, jong. Heb eens respect voor je moeder, ja. Zeg, wat is het? Wat moet je ook alweer doen om te snelste een chick te versieren op het internet? Ik ben een farao. Toer, man. Ik weet het. Ik ben een farao. Hey, weet je dat? Mag ik iets vragen? Kunt jij uw mooiste gezicht tonen en dan een heel gekke bek? Voilà, dankjewel. Wat zeg je? Zie je graag kankerbellen? Zeg jij graag kankerbellen? Amai, die min gaat het niet, hè? Maar waarom jacht hij zich zo op? Omdat ik bel niet mag. Oké, dat komt op YouTube. Wat is uw naam? Ik kan niet in je neus hangen. Ja, moet niet aan mijn neus hangen, joh, want je stinkt. Oh my god, kut autist. Noem je mij een autist? Ja, dat noem ik jou. Ben je dood? Nee. Of moet je maar stoten hebben? Geef maar. Wat staat hier? Kom dan.
Je zit net in de frituurolie gepakt of zo. Kom, zo. Je moet echt stout hebben. Wanneer heb je je haren gewassen? Ik weet het niet. 5 jaar geleden? Heb je het in een vochtige aars gestoken in je hoofd? Ik weet het niet. Maar het Nederlands bestaat niet. Ik denk echt dat je om de minuut een dikke fart laat. Wat is Henry zien? Ja. Wat is Henry? Heb je foto genomen? Wat kan Henry nog? Uit de kast komen. Noemt jij Henry? Nee. Ik ben verlegen. Oké, okay, yo. The fuck? Yo. Wie is er? Heeft hij snel een foto gemaakt? Ja, dat was iets. Dat was een. Hoi Ryan. Kent je mij? Ja. Wie ben ik? Ik ga je vermoorden. Dit was dus een vriend van mij. Ik ga je vermoorden. Ja, dan. Daar ben ik. Probeer maar eens te schieten, man. Shit. Ik ga je echt vermoorden. Had je gedacht? Ik was toen al een actieheld. Ja, joh. What the fuck? Nu ga ik hier zo het lijk zo met zo'n doek omdoen, zodat niemand dat zou zien. Zo. Jij mag geen shit. Dat is gewoon fucking handdoek. Ik weet dat mijn mama boos was omdat ik die handdoek op de grond had gelegd. Dan was hij helemaal vuil en shit. Ooit dit op YouTube heb ik kunnen uploaden, dat snap ik dus. Hey, mag ik een stift kopen? Ja, kies maar welke. Dat is een moeilijke keuze, hè. Maar, ja, ik denk dat ik gekozen heb. Deze. Echt waar, deze. Wacht even. Bedoel je deze? Nee, die andere. Nee, niet die. Ja. Dan hebben we ook nog deze. Nee? Verdoe je tijd niet, jongen. Deze dan? Ja. Maar die is hier zeldzaam. Ja, dat was weer een video van vandaag. Ik weet het, het is niet veel, maar ik was ook helemaal alleen in deze video. Dus de ene personage was ik en de andere was ook ik. De cameraman was ik en degene die dat op YouTube heeft geplaatst was ook ik. Stuur deze video naar iedereen, naar vrienden en familie. En maak kans op een stift. Ja. Oh. Ja. Ik weet dus nooit hoe ik ooit bij die video ben gekomen. Ik snap ook niet het nut van. Misschien zit er iets in mijn rugzak. Koets en ik spelen verstoppertje. Misschien zit er iets. Ik ben Dora. Yep, het is weer tijd. Ik ben Dora. Boots en ik spelen verstoppertje. Wil je ook meedoen? Nee. Mooi. Laten we Boots gaan zoeken. Ik zei toch dat ik niet wil meedoen? Waar zou die aap zich toch verstopt hebben? Achter die bomen, die is er net een paar keer doorheen gekropen. Zo moeilijk is het niet, Dora. Kijk gewoon. Jezus Christus, Boots is er net 5 keer doorheen die bomen geslingerd en jij ziet hem niet. Dat is dus de definitie van een aandachtshoer. Dora is een fucking aandachtshoer. Bedankt dat je me hebt geholpen. Graag gedaan, ik heb dat met alle plezier gedaan, Dora. Nog een spelletje. Nee, niet nog een spelletje. Zet je nu serieus of wat?
Oké, maar deze keer... Piep, 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 piep. Hoorde je dat? Nee, ik hoorde dat niet. Ik heb oren door, natuurlijk heb ik dat gehoord. Wat kan het zijn? Ben ik Wikipedia of zo? Hoe kan ik in godsnaam weten wat er in uw fucking programma is, Dora? Jij maakt dat programma, jij moet dat weten. Ik kan dat toch niet weten? Ik weet het niet. Ja, natuurlijk weet die domme aap dat niet. Wat weet hij wel? Piep, piep, piep. Waar denk jij dat het geluid vandaan komt? Nu moet ik toch eens even goed denken, hoor. Uit uw reet misschien, Dora? Daar? Ja, daar, Dora. Ja.